Yo mensen van YouTubers en welkom hier in Europa Park. En het is vandaag een opening daarvan. Daar heb ik wel al een hint op dat scherm. Namelijk Snorri Touren is geopend vandaag. 10 minuten geleden. Yes. Dus we gaan die doen samen met een paar andere attracties, zoals de Matterhorn Blitz, die is uitpannen. En we tractorkes. Dus we moeten wandelen of kunnen we warpen? Ja, nee, ik dacht dat je dat net warp Snorri kon doen. Gaan we doen of wat? Ja, als dat kan. Hoi. Ja, daar is niet mensen, dus we gaan te voet naar daar. Ja, tot zo dadelijk. Yo. Oké, de Matterhorn Blitz is de eerste die we tegenkomen, dus ja, dan doen we die maar als eerste. Oh ja, hier zit een man aan een paal te zwijgen, jongen. Ja. Heb je dat gezien? Ja, dat is in het echt ook, dat is zo'n pop die omhoog en omlaag klimt. Een kale pop. Hier hebben we Jungfrau Gletschen vliegen, dat is ook wel nice als het mocht die werken. Dat meende niet, hè? Dat meende niet! Ik heb hem vandaag nog gedaan, what the fuck. Dat is omdat die karkens achterstevoren staan altijd. Moffie, dat is toch altijd hetzelfde hè, nu dat we aan het opnemen zijn. Kom aan, hè. Wow, mensen, mag gewoon een blitz voor de volgende keer zijn. We gaan naar de volgende eens. Koffiekopjes, die kunnen we ook al niet doen. Man, miserie. Ja, en Pegasus nog altijd in pan. Nog altijd. Amai, een kar die omgedraaid staat, één bordje vervangen. Ze werkt niet, echt niet zo hard als wel, dat was het. Waar gaan we nu treffen eens? Ja, gaan we naar Snorri Touren. En daarna naar Ierland. Dat is dan al. En dan hebben we die opening van de watershit. Alles is hier ook afgesloten omwille van verjaardag of zo. Happy birthday zie ik overal staan. Ik krijg hier staan. Oh, nice gemaakt. Ik krijg hier staan ook allemaal dingen. Precies een meet and greet of zo. Met die camera daar. Ah, dat kunnen we maar moeten. Ferm. Zo daar, weet je nog dat? Die show die we hebben gezien bij Historama. Ah, daar, ja. Daar kunnen we dus ook niet meer naartoe, dus dat is nu helemaal afgesloten. Maar mensen, we gaan dus naar Snorri Touren. Maar als die ook niet werkt, dan is het nutteloos hier. Als die niet werkt, dan... Zie je hier zo. Hier is hier ook allemaal afgesloten. En waar was dit? Nou, daar is Historama en hier hebben die zilver dinges, die otokkers. Maar die kan inzoomen, hè. Silverstone Pist. Oh ja, die hebben we gedaan in die video, in een video dus. Als je opzij drukt, kun je inzoomen als je Optify hebt, dat is gemakkelijk. Ja, ik dus niet, want dan kan ik niet opnemen. Ja, juist. Ja. Nou, het sprookjesbos zijn ze precies ook goed bezig. Ja. Coming soon. Oké, staat al wel wat. Ah ja. Wat fuck is het ijzeren ding hier? Nieuwe blok. Wat is dat? 8:30 Luxemburg. Wacht, waar staat dat dan, jong? Daar in de chat. Iets dat je te maken heeft met de verjaardag. Het
gaat over dat er iets vertrekt om 8:30. Ik weet niet, wat is er allemaal in Luxemburg? Niet al te veel, puizertje. Yes. Monorail misschien? Luxemburg ken ik zo goed niet. What the fuck, er staat een boot van Poseidon. En een boot van de Jungle Raft. Ah ja, what the fuck. Ja mensen, dit brengen we even in beeld, maar kijk ook, heel Holland is afgesloten hier. Allemaal verjaardag blijkbaar. Het is toch wel even bezig, hè. Ja, dat is een VIP-zone. Alleen VIP's kunnen... Ik vind Holland een rotteland, dus let's go naar de next boy. Ja, we komen nu ook bij Scandinavië uit. Daar moeten we zijn. Die daar zie je Holland afgesloten. Heel jammer. Maar ik heb af en toe de koffiekopjes nog eens een keer bekeken. En de ene moment kun je wel de baan oplopen, maar dan staan er geen kopjes. De andere moment staan er wel kopjes, maar kun je niet naar binnen. Oké, we zijn er. We zijn aangekomen op locatie. Welkom in Scandinavië. Oké, okay, hopelijk kunnen we naar binnen. Welkom bij Snorritouren, en als we niet naar binnen kunnen, dan slaag ik mijn computer tegen de vlakte. Ach, we hebben die wachtrij nog een stukje langer gemaakt. Allee, wat is dat hier? Kun je dat lezen? Fuck dat, ik heb geen goed zin om te lezen. Oh, technische fout. Yes. Nee, dat grapje. Dit is een tech. Ik kan echt veel prinken, mensen. Dit is de nieuwste attractie van Europa Park in real life. En zo zien de karretjes. Hier, dat zijn de karretjes. Nice. Wauw. Instappen met die anusring. Dat is volume, maar wat heb jij eens van de beurt? Dertig. Ja, ik zit altijd op 100, maar kom, let's go! Oh boy! Ja, het is een kleine dark ride, maar toch nog wel een heel goed gelukte, vind ik. Ah. Want, een leuke vloer, jongen. Holy shit! Die vloer is nice voor dark rides, die moet je ook gebruiken. Gebaseerd op Rolantica, mensen. Zwembad dus. Snorri is de mascot. En ik zei, dit is een heel kleine dark ride, maar toch een goed gelukte, want kijk, dat daar, wow ja. Dat zijn... Mooie particles. Ja, dat is eigenlijk een scherm. Dat is een tv-scherm eigenlijk. En je gaat hier ook verschillende routes op in deze attractie. Oh, dat is nice. Dat is mooi. De volgende attractie in real life is de Piraten van Batavia, dat we moeten verwachten dit jaar, maar ja. Coronacrisis. Veel attracties zullen waarschijnlijk uitgesteld moeten worden om te openen. En net dit jaar zijn er veel attracties die openen, hè mensen. Zoals Piraten van Batavia hier. In de Efteling Max & Moritz, in Fantasieland The Fly. Die kan je drummen, ja. En jij moet zwagen. En in Plopsaland de Extreme Spinning Coaster. Maar daar heb ik niks meer van gehoord. Hé, hey, daar ja. Zijn we min of zo? Gewoon traag rijdt. Gewoon zo veel allemaal heel rap als dark rijdt. Door Jens. Ze biedt komen dus in een apart simulatorstukje. Dit is eigenlijk gewoon een dark ride gecombineerd met simulator. Op een moment dan veranderen we van route en dan gaan we skurken zo heen en weer. Ah ja, dat is dat bosstukje. Zijn er filmcoins hiervan gezien of hè? Ja. Wanneer de Ring of Adventure iets gaat openen, iets nieuw. Ja, Atlantis mensen zijn aan het testen
De Alphadera die heeft al ride counters. Waar echt? Ja. Ik heb enkel gezien dat ze aan het rijden waren op die baan, maar je zag de kant natuurlijk nog niet. Ah, wel ja, en sommige mensen staan al op die ride counters. Ja, de staf. De crews, ja. En de owners. Ja. Het karretje ziet er ook goed uit. Ja, dit karretje wel. Helemaal hetzelfde. Ja, mensen. Hey, Snorri. Ah, hier is dat stukje. Hier gaan we verschillende routes op gaan. Maar is een lange rij toch? Hier naar links, naar rechts en dan om af te sluiten rechtdoor, dan gaan we aan het einde. Dus ik weet niet wat we hier gaan doen. Wacht, we gaan direct door. Dat zal waarschijnlijk voor niet iedereen zijn, die andere routes. Of dat is geen ander. Misschien is dat wel gewoon de opslagplaats, joh. Nee, ik heb wel gezien in one ride. Dus als we een andere ride doen, een andere kaart nemen, gaan we misschien wel nog. Ja, ik denk dat afwisselt. De ene krijg je te zien, de andere niet. Dus, misschien moeten we nog eens gaan, maar het duurt wel lang. Hè. Het is precies symbolica weer. Ja. Oftewel is die scène nog niet klaar, want hoe ga je een simulator maken op Minecraft? Dat gaat niet, dus misschien hebben ze dat gewoon niet gemaakt. Hoe is dat daar? Ah, dat is fijn. Je moet gewoon eens een ride bekijken op YouTube. Want ik denk niet dat deze attractie... Hier, dit is trouwens ook wel slim, hè. Kijk, dit is de uitgang. Dus dan stapt je uit en dan gaat het karretje leeg naar het station. Dus dan kunnen ze gewoon direct instappen. Ah ja, slim. Oké, dat was Snorri Touren. Geen idee of die, ja, of die andere routes werken, maar moet je maar eens gewoon eens op YouTube kijken. Mooie toevoeging van deze attractie. En het ziet er een leuke dark ride uit voor zo'n kinderattractie. Maar we hebben nog één attractie te doen. En dat is zijn de tractoren ofzo van Ierland. Daar gaan we nu naartoe. Tot zobiet. Bon mensen, dan zijn we hier in Ierland aangekomen. En omdat is dan ook alle attracties nog dicht, behalve één. Ah, er is ook nog een speeltuintje, plezant. Amai. Hé, zoiets, ik doe ook in ons speeltuintje zitten. Dat trekt op niks, hè. Ja, en dat is toch grappig. Kijk, hier hebben we bijvoorbeeld zo'n draak dragon dance. Wat, dat bedoel ik, zit vast in de speeltuin en die spinnen wel. Heet wel die draak... Die draken die dat Bobby Allen heeft gehad, zoiets. Ah ja, ja. Maar volgens mij horen die hier niet meer te staan. Maar die ronddraaien zo. Ja, maar ik dat denk... Dat is vikingboten. Maar ik pijs niet dat hier... Nee, die draken die zo ronddraaien, die draken... Ja, maar dan hadden we toch van die bootjes. Ja, maar dat hebben ze hier niet, hè. Ja, maar ik weet wat je bedoelt. Maar volgens mij hoort dat hier niet meer te staan, want Ierland, mensen, was vroeger Wikinger Island. En toen was dat gesloopt en dan was Ierland in de plek gekomen, maar... Die draken weg in Bobby Allen. Ah ja, om Fury te bouwen. What the fuck? Dat is zo'n dragon dance, maar ik prijs dat die in dicht niet meer in het park staan. Hè, dus, die draken waren leuk, jong. Dus ik denk dat ze die attractie hier moeten wegdoen. Kijk, hier hebben we bijvoorbeeld een pannen. Ik wil dat die terugkomen, eens, die draken. Kijk, dat is dus die peuterboomstammetjes in pannes. Er zijn hier meer pannes dan in onze servers, hè. Nou, hier kon ik ook op klimmen, dat is ook zo'n towertoren dat je met kaartje omhoog moet trekken. En ik zweer het mensen, als die tractoren hier dicht zijn, ik ga een dikke flip krijgen. Yeah boy, dat zien we graag. Wacht eens. En raad eens mensen, het is dicht. Wacht mensen, nee, ik ga toch nog eens dubbel checken. Is het hier? Ja, dit is het. Oké mensen, jullie hebben het niet goed gezien, echt jammer.
Ah ja, dat is zo. Die gaan eerst de verkeerde kant op en dan de juiste. Het zijn gewoon tractoren. En het is een gevaarlijke attractie. Want op het einde van de attractie word je gewoon uit het karken gesmijt en dan valt je op je bek. Op Minecraft? Ja, hier, met deze attractie. Een aantal dingen doen zonder mij, echt jammer. Zie die koeien, die liggen op hun rug. En ik heb hier mensen nog een attractie gezien. Dat is gewoon een zwanenmolen of zo. En die was gesloten wel, maar die zag er niet uit alsof het een pan was of zo. Er stond niet bij of die gesloten was of een pannen had, maar ik kon er wel niet in, dus die zag eruit alsof die bestuurd moest worden. Maar zeer dat hij gewoon kapot is. Het laatste rijdt die we aan het treffen hier. Ja. Ik vind het jammer als alles zo gedigiteerd. Je ziet nog veel werk, mensen. Maar wow, dan is... Er is nog één ding jammer dat je Jens niet kan opnemen met Shaded. Ja, hier... Kijk, hier komen we uiteindelijk, dus ik zie of we op onze bek gaan. Hij ligt op zijn bakjes. Ja, hij ligt op zijn muur. Je moet gewoon rechtdoor lopen, dan zit het terug. Ja, ik ben gewoon rechtop gebleven, maar de vorige keer was ik dus wel op mijn muur gegaan. Maar ja, dan was het dit weer, mensen. Dus dan is het hopen of dat we ons rap mogelijk open gehad. En ja, we hebben laatst te horen gekregen dat de eerstvolgende attracties die zouden moeten openen, wou dan zijn. Dat is al waar, want die zal volgende week moeten openen. Yes. Wat zeg ik volgende week? Volgende maand. Oh my. Arthur the Ride is een van de volgende. Maar het Sprookjesbos is nog vol in bouw, dus staat nog niet al te veel. En daar komt hij dus. Jammer. En verder, Rulantica was er ook een. Dus die is allemaal afwachten. Dus, maar voor nu zeggen we tot de volgende video, mensen. En ciao. Later.